Hey allemaal, en wel leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Mindtopia. En het is alweer een tijdje geleden dat ik eigenlijk zo'n aflevering heb gemaakt, sorry daarvoor. Maar ik ben nu op zoek naar iemand en die staat in mijn apotheek. Dus ja, ik ga er even heen. En ja, het is een beetje wegafzetting, zeg maar. Dus we gaan wel eventjes gewoon parcouren. Wow, welp. Nou, de fitheid was er niet ingeladen. We gaan lekker parcouren. La la la. Ja, waarom zetten ze die weg nou af? Beetje gek. En ik ben zo goed in parcours, zoals jullie weten. Oh, kijk, heb je. Oh, dat deed pijn, geloof ik. Oh, dan moeten we die andere kant op. Nou, het gaat lekker. Het gaat echt super lekker. Er staat iemand in de apotheek te wachten, namelijk. Dus ik moet er even snel heen. Maar hoe komen we hieruit? Oké, dat gaat wel goed komen hoor. We gaan gewoon een plekje zoeken waar we eruit kunnen. En dat is. Nee, ik zit niet vast hoor. Ik zit totaal niet vast. Kut, sorry. Wacht. Hier. Zo. Ja. Kijk, daar hebben we het al. Oh, god. Oké, ik een parcours. Ik ben trouwens uit het leger. Dat even ter info. Ik denk dat iedereen het al wist. Maar ja, ik ben dus uit het leger. Het leg ik nog wel even uit. Waarom? Nou ja, ik leg niet alles uit. Want het heeft gewoon niet echt veel zin om dat... Kijk, om dat te zeggen trouwens. Daar heb je Donna. Hi. Oh, de apotheek is dicht. Oh mijn god. Ze had gewoon binnen kunnen wachten met een kopje thee of zo. Kom binnen. Nou, dan gaan we even... al die hekjes staan dicht. Sorry hoor. Die moet open blijven. Oké. Zij heeft de ton gewonnen van die giveaway actie. Dus ik zal het haar geven. Ik zal even pinnen. Oké, 40 blokken moeten we hebben. Ik heb niet zo heel veel geld meer, want ik heb heel veel moeten inkopen. Hoe gaan we dit doen? De hel? Nee. Wacht. Nee. Nee. Zo'n gedoe altijd. Nou ja, dan gaan we het zo voor doen. Lalalala. Ik moet 40 blokken hebben. Zo. 40 blokken. Met het geld. Zo. Misschien koopt ze nu de hele apotheek leeg. Nee, grapje. Nee, ze moet gewoon dingen doen wat ze wil met het geld. En ja, dat dus. Ik ben benieuwd wat ze typt. Spanning. Ze heeft het wel via Twitter verteld hoor, maar ik wil het gewoon nog even in-game horen. Haar hoofd bewoog. Typt ze dan? Twijfel. Ik wou graag level 2 worden. En als ik dat eenmaal ben, wou ik graag bedrijven helpen. Zo, ik kan niet typen en praten tegelijk hoor. Oh, niet het bordje gooien. Oh! Oh jee, ik geef het gewoon terug. Oh, ik krijg het gewoon terug. Nou, dankjewel, wou ik zeggen, maar... Lekker Nederlands hoektype. Zo, we willen even horen binnenkort, hè? Doei. Gelijk eten kopen. Nee, grapje. Nee, ik ben dus bij het leger weg. Ik vond het echt super leuk bij het leger, hoor. Dat is echt een feit. Alleen op een gegeven moment had ik zoiets van... Je hebt...
elke keer trainingen rond een uur of acht. En rond een uur of acht heb ik dus ook heel veel met mijn andere. Ja. Heb ik dus ook heel veel met mijn andere werkzaamheden veel te doen. En ik kon het niet echt heel goed combineren. Ik had natuurlijk wel een manager. Maar toch blijft het een beetje. Oh. Toch blijft het. Oh ja, hij heeft een boekje. Oké, wacht. Koning Maximus. Hallo. Koning Maximus. Groetjes. Oh, die wil ook eentje. Daar ben ik wel van overtuigd. Ja, ik deel echt laatst het zoveel handtekeningen uit. Ik weet niet wat het is. Misschien moet ik ze maar gaan verkopen of zo. Jij ook? Wacht, ik typ een naam even. Maaike Smiley. Ctrl C. Nee, Ctrl A, Ctrl C. Deurmatje. Lol. Oh, jij ook. Ja, dat dacht ik al, hè? Ja. Oh, Rutjes en Martje. 17 en L. Maar, oh, wacht even. Nee, handtekening. Nou, dan kunnen ze het onthouden, weet je. Dat is wat makkelijker, alsjeblieft. Oh, nou, dankjewel. Ik had zin in. Ik heb geen honger, maar ik neem hem straks wel. Maar ja, ik kon het niet zo goed combineren, dat leger. En zo. Ja, daag. Doei. Daag. Doeg. Daag. Daag. Ja, doei. En ja, daardoor heb ik toch besloten om ermee te stoppen. Plus dat er nog andere redenen waren die ik liever niet wil vermelden. Maar goed, die baan is dus nu gestopt. En ik weet dat heel veel mensen. Wat een mooie kleding, hè? Oh, wauw. Hey, dat is een ex-collega. Ik weet dat heel veel mensen. Op een of andere manier in real life en een keer heel raar tegen me deden. Vanwege dat ik het leger in ben gegaan. Wat een mooie kleding allemaal. Verdorie. En ja, dat is gewoon echt heel jammer eigenlijk. Want daardoor ben ik dus nu heel veel vrienden niet kwijt. Maar gewoon, ik heb er gewoon geen contact meer mee. Omdat ze gewoon. Ja, vooroordelen hadden over het leger, wat totaal niet moet. Want het is echt gewoon super gaaf om daar te werken. En je krijgt echt gewoon heel veel informatie waarmee je iets kunt bereiken. Zoals hoe moet je iemand veilig naar een andere plek brengen, zoals ministers en dat soort dingen. Ik bedoel, FBI en politie die staat gewoon met knuppels omheen, zo, bla 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 bla. Maar het leger moet gewoon echt informatie lopen. En dat is gewoon echt super gaaf. Ik vlieg. Dat is echt super gaaf. En ja, ik zou echt zeggen, ga gewoon het leger in. Het is echt een super leuke baan. En ja, ik ben trouwens in Dinoland, zie ik nou net. Ja, ik was gewoon wat aan het durpen. Maar oké. Okay. Dus, wat is dit? Dit was een glijbaan. Ja, het was een glijbaan, ja. Als je nou eraf gaat, dan heb je pijn. Dus ja, ik ben uit het leger. Ik mis het wel. Ja, ik mis wel het leger. Maar goed, nieuwe kansen. En ik ga nu me weer focussen op mijn zakenleven. Nou, ik kan er niet meer op komen. Op mijn zakenleven. En lekker met de apotheek bezig. En ik ben vaker in de kleding repair. Want zoals jullie ook aan de dingen kunnen zien, CEO kleding repair heb ik nu. Dus dat is wel. Ja. Iets leuks. Ik ga er in de volgende aflevering even wat over vertellen. Sorry dat ik hem gelijk erachteraan opneem trouwens. Maar ik ben nou toch lekker bezig. Ik ga daar zo meteen even heen. Want nou, ik wil gewoon even wat uitleggen. Want het zijn twee kledingdepots. Of repair depots. En daar is wel wat uitleg over nodig, zeg maar. Want niet iedereen begrijpt het nog. En dat ga ik dus in de volgende aflevering even uitleggen. Sorry dat er afgelopen aflevering een beetje rare. Ja. Een beetje rare. Ja, het anders dan anders is, zeg maar. Ik heb niet heel veel gepraat. Dat dus. Sorry. Ik ga nu voorlopig weer afleveringen maken met dat ik gewoon praat. Dus dat wordt een stuk leuker, denk ik. Hoop ik. Ik kreeg trouwens wel een boekje laatst in mijn hand. Deze volgens mij. Even kijken. Ja, hier. Deze. Nou, bedankt voor degene die het heeft gestuurd. Ik vind jou ook hartstikke aardig. Je bent heel irritant, want je stalkt mij continu in het game.
Dus veel plezier bij de politie binnenkort. Dat was het even. ja, sorry. Er zijn gewoon twee mensen die lopen enorm te kutten. En jij loopt over een boom wat niet mag. Gast. Nee, mag niet. Nee, mag niet. Ga eraf. Die mensen weten zelf wie het zijn. En die, nou ja, die ene is al in de cel geweest. De andere die gaat er waarschijnlijk nog in. En nou, geweldig. Yay. Wat een leuk einde dit. Ja, dat was het eigenlijk. Tot de volgende aflevering. Vergeet even niet die like achter te laten. Een reactie. En abonneer nog even als je nog niet geabonneerd bent. En tot de volgende keer. Doei doei.